Hoi allemaal, ik ben Liz Triepels en ik zou eigenlijk op 8 april een workshop hebben verzorgd over deep democracy. Dat ging helaas niet door, zoals er helaas veel zaken niet doorgaan in deze tijd. Maar gelukkig biedt online ook zoveel mogelijkheden. En nou, bij deze een kennisclip om jullie kort wat bij te brengen over wat deep democracy precies is. En hoe je dat in de klas kan benutten. Ik zal het misschien voor een aantal wat vaag houden. Het is toch echt een vorm om te ervaren, om ja, te voelen hoe dat is. En op die manier het je eigen te maken en mee te nemen naar de klas. Maar het biedt ook een heel mooi kader, want het is naast een methode ook een filosofie en een visie. En daarvan wil ik jullie een deel bijbrengen, een klein deel. En zal ik jullie ook wat vertellen over hoe ik het benut. Zowel in mijn werk nu. En dat is ook voor de klas, weliswaar van HBO-instituut. En ik heb er zelf ook heel veel mee gewerkt ten aanzien van teams. Dus ook in je eigen leraar- of docententeam kan je hier heel veel mee. Dus een paar kleine handvaten en vooral een beeld bij wat kan het allemaal bieden. Goed. Zoals jullie het waarschijnlijk wel met mij eens zullen zijn, moet de sfeer in de klas ondersteunend zijn aan de inhoud. Hoe beter elke leerling zich vrij voelt en er mag zijn, hoe constructiever vaak het leerklimaat ook is. Maar door de grote diversiteit aan leerlingen in de klas is het begeleiden van het proces steeds meer naar de voorgrond gekomen. En deep democracy biedt eigenlijk een methode om ruimte te creëren voor die diversiteit in groepen en dus ook in klassen. Van origine is deep democracy bedoeld om besluiten te nemen in groepen waarin verschillende ideeën, meningen en gevoelens meegenomen worden. Dus ook die diepere laag, ook die gevoelslaag. Om zo compleet gedragen besluiten te nemen waar ook echt iedereen achter staat. Op het moment dat je dat doet, zal je namelijk het resultaat krijgen dat mensen er ook echt gaan naleven. En ze gaan nakomen de afspraken die gemaakt worden. Worden ze autocratisch gemaakt en wordt niet iedereen daarin meegenomen of in ieder geval op zijn minst gehoord, dan heb je kans op tegenwerken, een soort van sabotage, weerstand. Nou, dat kan voorkomen worden en in ieder geval ook aangegaan worden op het moment dat je daar oog voor hebt en handvatten hebt om ook echt daarmee aan de slag te gaan. Nou, in het onderwijs hoeven we geen bewuste besluiten te nemen met elkaar in de klas. In ieder geval vaak niet, misschien soms wel. En misschien als je inmiddels weet van deze methodiek, ga je het veel meer benutten. Maar waar wel echt altijd sprake van is, is dat we samenkomen om te leren met elkaar. En een sfeer creëren waarin iedereen daarin gehoord wordt en we naar elkaar luisteren, ja, dat bevordert het vermogen om de kennis ook echt te kunnen opnemen en het eigen te maken. En voor wat mij betreft is dat eigenlijk de essentie van deep democracy. In de klas een veilig en goed leerklimaat creëren. En voor teams kan het heel erg helpen dus om afspraken te maken waar iedereen achter staat. En om visjes te vangen als die er zijn. Wat zijn nou die visjes? Hier zien jullie een afbeelding van een ijsberg. En volgens deep democracy kan je naar een groep, dus naar je eigen team, maar ook naar een klas, kijken als het ware een ijsberg waarin het topje daarvan het groepsbewuste weerspiegelt. Dus dat waarvan iedereen op de hoogte is. Dus de zaken in je docententeam die in een vergadering makkelijk besproken worden, waarschijnlijk procedurele zaken, organisatorische zaken en misschien wel een bepaalde inhoud van een vak. En in de klas zijn dat dus ook de zaken die je met elkaar bespreekt, waarin iedereen de oren aan heeft staan en je echt met elkaar dat gesprek voert. Hopende dat iedereen het ook oppikt. Er zijn ook genoeg zaken die onder die waterlijn spelen. En dat noemen wij het groepsonbewuste. En dat zijn de zaken waar niet iedereen van op de hoogte is. De zaken die niet worden gedeeld omdat mensen daar bepaalde redenen of belemmerende overtuigingen voor hebben. Of zaken die wel gedeeld worden, maar niet gehoord worden. Dat verdwijnt onder water en gaat zijn eigen leven leiden. En dat noemen we visjes. Die kunnen ook gewoon wegzwemmen in dit metafoor. Ze kunnen ook terugkomen. En
als je je idee hebt geopperd in een vergadering en het wordt niet gehoord. En je doet het de volgende keer weer en weer heb je het idee, ja, niemand hoort mij of doet er iets mee. Dan kan het zijn dat dat visje groeit en dat het steeds meer belemmert dat jij deelt, dat jouw potentie benut wordt. Maar ook dat het jou misschien vergaderingen gaat tegenstaan, dat je meer eerder destructief gedrag gaat vertonen. En dat die vis groter wordt en het kan zelfs een haai worden. Visjes vangen of haaien vangen, dat is ook onderdeel van deep democracy. En het allerliefste wil je dat voor zijn. En dat doe je dus door iedereen ook echt te horen en mee te nemen in zaken. Dus de wijsheid van de hele groep, eigenlijk onderin die ijsberg, vind je dat te benutten. Nou hoeft die waterlijn in een klas en in een team echt niet bij de bodem te liggen. Dan hou je ook geen ijsberg meer over. Maar het is wel fijn als hij op zo'n hoogte is dat alle leerlingen zich wel durven uit te spreken. En dat er dus niet relevante informatie verloren gaat. En ja, in mijn ogen is echt niet alleen de leerkracht daar verantwoordelijk voor. Die heeft vaak wel iets meer tools en kennis en ervaring om dat proces te stimuleren, te faciliteren. Maar de hele klas is daar in wezen verantwoordelijk voor. En van nature zijn we geneigd om te luisteren naar wat de meerderheid vindt en moet de minderheid zich maar aanpassen. Dat is hoe we het vaak doen. Dat noemen we ook wel groupthinking. Maar daarmee gaat heel veel kennis en ervaring ook verloren. En dat is echt zonde. Met deep democracy ontstaat juist bewustwording dat het wegduwen van die minderheid ook onveiligheid creëert voor iedereen. Want blijkbaar mogen er dingen niet zijn. En dan heb je het gevoel van, oh, kan ik dit eigenlijk wel zeggen? Misschien is er in de klas wel de norm dat je altijd het juiste antwoord geeft. Dat het goed moet zijn, van goede kwaliteit. Nou, en dat bijvoorbeeld een vraag stellen, dat wordt gezien als dat je dan dom bent of zoiets dergelijks. Dat is gevaarlijk, want dan kan het zo zijn dat leerlingen dus niet meer vragen gaan stellen. Terwijl ze er eigenlijk wel zijn en daarmee iedereen's kennis en toepassing hoger wordt, beter wordt. Dus dat wat er niet mag zijn, dat verdwijnt onder water en dat gaat zijn eigen leven leiden. Nou, die onderstroom, dat is vaak wat mensen ongrijpbaar vinden. En ook wat voor mensen en kinderen ook juist als onveilig wordt ervaren. Deep democracy is een methode die de onderstroom in groepen en dus in de klas heel erg zichtbaar en hanteerbaar maakt. Het biedt handvaten om die wijsheid van de minderheid juist te benutten, zodat je samen ook afspraken maakt waar iedereen achter staat. En het biedt handvaten om in de omgang met conflicten en verschillen in een groep, dus onenigheden, als mensen het met elkaar niet eens zijn. Daar biedt het ook handvaten in. En wat mij betreft legt het vooral de nadruk op enerzijds heel erg leren stimuleren dat leerlingen zichzelf uitspreken, dat er gezegd wordt wat er gezegd moet worden. Maar anderzijds ook dat er veel beter geluisterd gaat worden. Dat het echt luisteren naar wat een ander zegt. En als je daarin als leraar het voorbeeld geeft, dan doet dat geheid ook veel in de groep. Dan nog de vraag, aangezien de conferentie natuurlijk ging over een sociaal en veilig klimaat creëren in de klas. Nou, wat kan deep democracy daarin doen? Nou, enerzijds omdat je het als leraar ook wel eens niet weet en je daarin gewoon de wijsheid van een groep heel mooi kan benutten. Dus juist in momenten van het niet weten, van het op onderzoek uitgaan met elkaar, nou, daar biedt deep democracy een mooie plek in. Daarnaast rolverspreiding. Wellicht een nieuw woord, waarschijnlijk een nieuw woord. Rollen zijn eigenlijk dus alle gedachten, ideeën, gevoelens die er kunnen zijn, die je zelf kan voelen, denken, ervaren. En die uitnodigen om die te benoemen. Eigenlijk een beetje een combinatie van punt 3 wat jullie hier op de slide zien. Maar er voorkomen dat het bij die persoon blijft. Dus voorkomen dat ik altijd degene ben met het nieuwe idee. Of dat ik altijd degene ben met een vraag. Maar ervoor zorgen dat verspreid wordt. Dat je gaat kijken, god, wie in deze groep herkent het dat je misschien wel dat je dit misschien onduidelijk vindt. Of dat je dit moeilijk vindt. Of dat je hier blij van wordt. En dat verspreiden zorgt ervoor dat je geen zonnepop creëert. Maar juist het weer onderdeel maakt van de hele groep. En daarmee de verantwoordelijkheid gaat delen.
Dus die wijsheid van de minderheid uitnodigen, verspreiden en ook weer toevoegen. Dus meenemen in waar je het over hebt met elkaar. Of meenemen, toevoegen aan het besluit wat er nu ligt. Het kan ook heel erg helpen, wat ik net ook al zei, die weerstand of die sabotage die kan optreden bij besluiten die genomen worden of afspraken die gemaakt worden, om dat echt te verminderen. En dus die relevante wijsheid juist te benutten die daarachter zit. Ook helpt het een setting te creëren van veiligheid en openheid, waarin vertrouwen juist groeit. Wat het resultaat is als je het veel meer toepast, ik kom zo meteen bij hoe ik het toepas in mijn klassen. Hoeft echt niet die hele methodiek te zijn. Ik kom zo meteen met een overzichtsafbeelding en daarin zul je zien dat, dat het nogal groot is, veel is. Maar er zijn een aantal quick wins die echt wel heel erg kunnen helpen. En als je dat doet, dan kan je ervoor zorgen dat je lesinhoud veel beter wordt opgenomen, omdat er echt aandacht is en ruimte is. Dat jij als docent, als leerkracht, bewust kan kiezen voor het juiste gesprek van dat moment. Is dat doorgaan op die inhoud waar je het over hebt met elkaar, of moet je iets bespreken uit die onderstroom en dus meer op het interactieprocesniveau? Dat biedt ook dat je, als je dat vaker doet, dat ook geleerd wordt over hoe je nou eigenlijk constructief met elkaar omgaat en het gesprek aangaat. En waar heb ik het nu al een paar keer over gehad? Het biedt ook echt potentie. Het biedt ook dat je de potentie van de groep, van de klas, echt kan benutten. Hoe ik deep democracy gebruik in mijn werk als docent. Eigenlijk, zoals ik aan het begin ook al zei, zie ik het heel erg als manier om de diversiteit de ruimte te bieden. En daarmee de veiligheid en openheid te vergroten. En dat doe ik door echt zeer regelmatig op zoek te gaan naar het andere geluid. Ik had het net over groupthinking. Vaak als je met elkaar een gesprek voert, een discussie voert, een onderwerp onderzoekt, dan zie je dat er iets wordt geopperd waar mensen op aanhaken, waar leerlingen op aanhaken. Oh, ze zijn het ermee eens en we gaan daarop doorpraten en op doordenken. Dat noem ik de la-la-la-la-la. Het gevaar is dat je dan denkt, dat was het, mooi. Dit is een mooi goed gesprek geweest, top. Want de li missen we dan, het andere geluid. Dus op het moment dat een groep een bepaalde kant op gaat, maak ik nog even weer een zijstapje. Ga ik even terug naar mijn oorspronkelijke vraag en dan ga ik na de klas of iemand nog een heel ander idee heeft. Of misschien nog een heel andere mening heeft, of misschien wel anders ziet. En als dat naar boven komt, dat andere geluid, dan wil ik dus voorkomen dat dat een zondebok wordt. Dat het die persoon is die dan weer dat ene zegt en daar blijft het bij. Dat is die ene persoon die het anders ziet. Maar ik breng hem terug in de hele groep en ik vraag, wie vindt ook dat het misschien juist wel zo en zo zit? Of wie herkent het dat je misschien wel eigenlijk daar iets heel anders van vindt? Dus dat verspreiden kan op inhoud, echt letterlijk. En als er niemand is die dat herkent, dan kan je hem algemener verspreiden. Dus vragen, herkent het überhaupt dat je misschien wel een andere mening over hebt? Op die manier pin je niet dingen vast op specifieke leerlingen en krijg je dus niet dat hokjesdenken of dat vastpinnen eigenlijk. Als dat wel doet, dan krijg je vaak dat je echt vast zit en weinig beweging krijgt in de groep. Door dat verspreiden krijg je rolfluiditeit en dan zorg je ervoor dat mensen veel meer elkaars posities kunnen gaan begrijpen en gaan onderzoeken. Je voedt de nieuwsgierigheid, je voedt de denkkracht en daarmee voed je ook de ontwikkeling van iedereen in de groep. Daarnaast gebruik ik ook een aantal werkvormen uit deep democracy. En dat is iets wat ik helaas op deze manier niet kan overbrengen. Misschien hebben een aantal van jullie er wel van gehoord. Een check-in is een welbekende forum die ook in teamvergaderingen wordt gedaan. Kan je ook heel goed doen met je klas. Elke training die ik geef op het HBO bij toegepaste psychologie, start ik met een korte check-in. Om even te horen, hoe zit je erbij? En als je weet dat dit het programma is, waar ben je dan het meest nieuwsgierig naar? Of waar hoop je vooral iets uit te halen? Een check-out om altijd ook weer even af te ronden. Een dag of een les. Zodat mensen ook weer het voor zichzelf kunnen afsluiten.
en er weer afstand van kunt doen. Want het kan ook intensief zijn, zo'n dag samen leren, samen werken. Een gesprek op voet is een actieve vorm om alle invalshoeken omhoog te halen. En dat kan gaan als je een besluit moet nemen, dat je in eerste instantie vraagt, goh, wat zijn de meningen? Wat zijn jullie ideeën? Dat kan je ook in een actieve vorm op voeten doen in de ruimte. Kan ook ten aanzien van een stelling of een discussievraag. En een polariteit onderzoeken. Als er soms heel tegenstrijdige meningen zijn. Ik had laatst een voorbeeld. Mijn studenten moesten allemaal een eigen opdrachtgever vinden waar ze een training gaan ontwikkelen op maat en gaan uitvoeren. Nou, de een vond dat echt heel vervelend, want ingewikkeld en de opdrachtgevers reageerden maar niet. Anderen zeiden juist, ja, maar op deze manier kan ik je wel wat meer in de hand bij wat voor soort organisatie, met wat voor soort vraag. Heb je meer eigen zeggenschap. Nou, twee geluiden, dat ben ik met de klas gaan onderzoeken. Dus daar heb je ook werkvormen voor. Nou, dit is een greep uit de werkvormen die je daarvoor kan gebruiken. En die ik graag met jullie nog een keer, wie weet, volgend jaar in een workshop zou willen ervaren. Dus wat ik meeneem, het kader. Ik kijk op die manier naar de groep. Ik let heel erg op bovenstroom, onderstroom. Ik ga altijd op zoek naar het andere geluid. En dat verspreid ik, heel belangrijk. En een aantal werkvormen die ik graag graag toepas. Ik wilde nog kort stilstaan bij deze afbeelding. En ik stel altijd de vraag aan de groep van wat zie je nou hier precies? Dus aan jou de vraag, wat valt je op bij deze afbeelding? Nou, waarschijnlijk zal het zijn dat er één vogeltje ons de kop hangt, dat er een paar vogeltjes naar kijken en de rest kijken allemaal dezelfde kant op. Bijna allemaal dezelfde kant op. En dan stel ik altijd de vraag, dus nu ook aan jou. Wat denk je dat die twee vogeltjes die zo naar dat omgehangen vogeltje kijken, wat ziet tegen die vogel, en we noemen de vogel Harry, zouden zeggen? Vaak krijg ik dan te horen, ach, doe eens even normaal Harry, kom eens even rechtop zitten. Moet ik nou weer zo onze kop hangen? Doe gewoon even normaal. Het zal je niet verrassen, ik heb het al vaker gehad over groupthinking, over de norm en over de minderheid. Ik wil jullie uitnodigen om als je een Harry tegenkomt in je les, om dan in plaats van te denken, hè, moet hij nou weer zo moeilijk doen, moet hij nou weer veel kabaal maken. Dat je eens gaat kijken, god, waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Wat zit er eigenlijk achter? Wat zie je eigenlijk als je zo om zijn kop hangt, zoals Harry hier doet? Misschien zit er wel heel veel in wijsheid. Ga op zoek naar de wijsheid. Dus denk niet, heb ik hem weer, of is hij dat weer, of doet hij dat weer, maar misschien lukt het je weer om met volle nieuwsgierigheid te kijken, te onderzoeken en te vragen. En vervolgens uiteindelijk natuurlijk die wijsheid te verspreiden. Dit is het overzichtsplaatje waar ik het eerder in deze kennisclip over had. Hier zie je bovenin de ijsberg de vier stappen van besluitvorming die je kan volgen. Eerst alle invalshoeken verzamelen, actief op zoek naar het alternatief, het andere geluid. Dat ga je verspreiden en dan kan je gaan stemmen. En als er een meerderheid is, dan vraag je de minderheid om wat die nodig heeft om mee te gaan dat besluit. Op die manier wordt de minderheid toegevoegd. Dit vind je ook online en dit vind je ook in het boek van over Deep Democracy. Net zoals de andere aspecten die je hier ziet en waar waarschijnlijk nog heel veel vraagtekens over ontstaan. Waar een deel aan bod zou kunnen komen in een workshop, maar ook veel terug te vinden valt in het boek Deep Democracy van Jitske Kramer. Ik heb het hier op de slide neergezet. Dus als je nieuwsgierig bent geworden, dan vind je daar een hele uitnodigende tekst daarover. Ik ben zelf niet zo, ik ben wel een lezer, maar ik vind sommige boeken echt erg droog en moeilijk doorheen te komen. Maar dit boek, daar ging ik zelf vliegenstug doorheen. Het kan ook te maken hebben met dat het me zo, bij mij zo resoneert. Hopelijk een workshop volgend jaar. Wie weet dat het dan wel door kan gaan, dat het weer erg past. Als er vragen zijn of op enige andere wijze opmerkingen of iets dergelijks, dan kan je met mij contact opzoeken via LinkedIn. Mijn naam is dus Liz Triebels. Je kan daarop zoeken. Je kan deze link intypen.
dan kom je daar terecht en kan je mij een privébericht sturen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad, dat je er wat van meeneemt en vooral dat je bij Harry's niet terugschrikt, maar onderzoekt.